gevonden, is een product dat ook goed draait op Shopify. En ik wilde deze er eigenlijk bij pakken om een aantal dingen die jij zelf kan verbeteren ten opzichte van de concurrent. Dit is al een goed lopend product zelf al bol, maar je zit gewoon nog veel meer in. Er zijn gewoon een aantal dingen waar je naar kijkt. We kijken altijd allereerst naar de titel. Nou, die titel is in dit geval veel te kort. Zou je nog veel meer keywords in kunnen toevoegen om veel meer klantbezoeken te krijgen? Nou, tweede kijk je naar de varianten die ze hier hebben. Op zich is daar niks mis mee. Maar zoals je ziet is hier de eerste foto geen lifestyle foto. En dat raad ik altijd aan. Als je geen lifestyle foto hebt, heeft iemand ook geen emotie met jouw product. Ja, nu is het gewoon een mand. Daar worden mensen niet door getriggerd. Dus je moet het zo zien als iemand op je productpagina komt. Ja, Jardel? Een lifestyle, zeggen we dan echt een persoon? Of Ja, kan het of ook de een kat product in de zijn in een mand, zeg maar, in dit leefomgeving? geval. Stel voor, jij verkoopt een. Laten we zeggen, je hebt een, iets voor een fiets. En je hebt niet zozeer een lifestyle foto, maar je hebt wel een foto van die fiets met het product erop zonder iemand erbij. Dat is dan niet Kan wel lifestyle. als ze zien hoe het product werkt. Dus ze moeten Oké. wel het liefst. Kijk, als je zeg maar, stel je voor, je hebt een telefoonhouder voor je fiets. Bijvoorbeeld een hand erbij, bij die telefoonhouder. Maar het liefst heb je nog iemand die ook daadwerkelijk op die fiets zit, weet je wel? Dus dat hij die Check, fiets aan het check. rijden is, dat hij aan het lachen is. Dat geeft veel meer emotie dan dit. Dus kijk, zeg maar, iemand komt hierop en binnen 3 seconden heeft iemand al beslist in zijn hoofd van oké, ga ik verder kijken, ga ik kopen, ja of nee? En dat kan je heel erg doen door de foto te beïnvloeden, man. En zoals je hier ziet, zijn het ook maar Duidelijk. 2 foto's. Dat is ook relatief weinig. Plus geen video, plus geen lifestyle foto. Qua omschrijving vind ik niet super belangrijk om bij Bol te kijken, maar hier qua prijs, om het wat aantrekkelijker te maken, had ik hem persoonlijk op 19,95 gezet. Klinkt gewoon een stuk beter dan wat het hier staat. Dus deze seller die draait gewoon heel goed. Die heeft voor 8 uur besteld, morgen in huis. Maar die kan er nog veel meer uithalen dan dat hij nu al doet. Dus ik hoop dat het duidelijk was, Chardel. Tenzij je nog iets hebt. Nee, zeker daar. Super, man. Ga ik gelijk door naar de volgende. En dat is eigenlijk precies hetzelfde product. Dus ik heb het product zowel Bol gevonden, zowel op Shopify. Dat je van beide een beeld hebt. Deze seller doet het iets beter. Maar ik denk dat die op Bol meer sales draait. Hier heb je gewoon iets meer foto's. Maar zoals je ziet, hier is het ook weer geen lifestyle foto. Titel is in principe prima. Waar wij vooral op focussen, is je verkoopprijs en je oude prijs. Dus deze prijs heb je het liefst in de kleur groen. Ja, meer de kleur groen van Shopify bijvoorbeeld. En de oude prijzen in rood. En dat doe je omdat groen is positief, rood is negatief. Zoals je ziet heeft deze cel ook gebruik gemaakt van social proof. Maar veel te weinig. 5 recensies is echt veel en veel te weinig. En hij heeft ook 5 sterren van de 5 sterren. Dat is niet realistisch. Je wil altijd gaan voor 4,8 sterren van de 5. Zodat de klant het ook geloofwaardig vindt. Op zich, die betaalveilig met Klarna, gratis en snelle verzending, 24/7 klantenservice, is op zich prima. Ik gebruik het persoonlijk niet. En de titel had ik persoonlijk in caps lock gezet en hoeft niet per se 50% korting nog hierbij. Die kan je altijd hier nog als discount saved ernaast zetten. Vind ik veel cleaner dan dat in de titel al er doorheen schreeuwen. Dus deze site kan sowieso nog een aantal aanpassingen maken, maar ik weet wel dat hun advertenties hierop draaien, al een langere tijd. En als je ziet dat iemand langere tijd advertenties draait, dan is de kans groot dat hij winst draait. Want waarom zou je anders langere tijd adverteren voor een product? Nou, dan heb je hier nog de call to action. Aan winkelwagen toevoegen. Is geen goede call to action. Ik zou altijd zeggen naar koop nu. Ook in caps lock en in de kleur groen. In principe is het prima dat hier Klarna bij staat. Ik raad persoonlijk Klarna niet aan, want lange payouts. En daar zit je gewoon niet op te wachten. Dus je wil gewoon snel uitbetaald krijgen. En ik merk in Nederland en België is het verschil niet heel groot. Met of zonder Klarna. Dus dan raad ik geen Klarna aan in dit geval. Nou, hier analyseer ik alleen above the fold. Dus productomschrijving neem ik niet mee voor dit product, maar ook niet voor Bol. Dan heb ik nog een ander product. En een product dat redelijk in trek is nu ook. Dat zijn zwangerschapskussens voor vrouwen. Dus dat product zie ik wel redelijk aanslaan de laatste tijd. En ik vind deze seller ook dat hij het heel goed doet. Dit is echt een goed voorbeeld. Je hebt hier ook voor 12 uur besteld morgen in huis. Nou, de prijs is ook helemaal prima. Titel zou eventueel nog iets langer kunnen. Ze hebben ook een gevestigd merk ervan gemaakt. Dat zie je aan de R. Dus dat hebben ze heel netjes gedaan. Qua foto's ziet dit er heel strak uit. Gewoon simpel Nederlandse tekst erbij. Dit is echt een toplisting. En voor de mensen die hier op Bol verkopen, dit is echt wat je wil. Nou, zelfs hier hebben ze nog de reviews erbij gezet. Heel veel reviews, heel veel positieve reviews. Dus zo wil je eigenlijk je listing inrichten voor maximale conversie. Ik denk dat deze een hele hoge conversie behaalt ten opzichte van anderen. Ook door de social proof, maar ook gewoon door een goede titel, goede prijs, goede levertijd. En Ja.
Die foto's daarbij. Hoe is dan in de container? Maarten, kan je even jezelf op mute zetten? Dan geen probleem, hoor. Oké. Okay. Dan heb ik weer hetzelfde product hier gevonden. Nou, dit is ook weer een Nederlandse seller die adverteert. In dit geval zou ik precies dezelfde dingen zeggen van... Dat je straks zit hier. Maarten, anders ga ik even de antwoorden. Yes. In ieder geval, dat je je titel hierin ook weer in caps lock zet. Hier hebben ze wel een goede lifestyle foto gebruikt. Hier heb je wel twee knoppen van nu kopen. Dat raad ik sowieso niet aan. Die payment icons hieronder vind ik wel heel clean staan. Het geeft gewoon wat extra vertrouwen. Dus dat raad ik wel aan om te doen. Maar dit soort dingen als gratis verzending achteraf te betalen met Klarna is helemaal niet nodig. Zeker als ze hier al Klarna zien. Plus hier dat ze die prijs ook weer anders hebben gedaan. Dus dat is eigenlijk altijd hetzelfde principe. Deze wil je in de kleur groen. De oude prijs in de kleur rood. En die wil je afronden op een rond getal. Op 90 bijvoorbeeld. In plaats van €89,95. Dan heeft de klant wat extra meer pijn, zeg maar. Nou, dan gaan we door naar een ander product. Super goed lopend product. En alle producten die we vandaag eigenlijk behandelen zijn ook evergreen producten. Nou, wat bedoelen we daar nou mee? Producten die je het hele jaar door kan verkopen. En dat is ook waar je naar op zoek bent. Je wil eigenlijk een product vinden waar je een merk van maakt. Dat je het hele jaar door kan verkopen in plaats van kortere tijd. Nou, dit is een redelijk low ticket product. Maar hierbij is het wel dat het herbruikbaar is. Dus als de klant de airfryer bakpapier gebruikt en het is op, heeft hij weer nieuwe nodig. En daarom maken ze bij deze seller ook heel erg slim gebruik van 2 varianten, 4 varianten en 6 varianten voor de volumekorting. Raad ik niet aan bij elk product. Maar als je product al bewezen is en een langere tijd loopt, kan je dit zeker eventueel testen. Nou, prijs is hier top. Foto is hier niet per se een lifestyle foto. Het is nog redelijk weinig foto's eerlijk gezegd. Wel redelijk nette foto's. Dit vind ik de beste foto van de vier die ze hierin hebben. Nou, veel reviews. De titel zou eventueel nog langer kunnen. Maar je ziet hier al in ook leeftijd is al snel. Dus dit is wel echt een branded product geworden. Dus dat hebben ze heel netjes gedaan. En dat raad ik ook aan voor jullie om te doen. Als je nu al een product hebt dat op de dropship methode goed loopt. Langere tijd. Ja, dan raad ik gewoon om aan te in te kopen via service points bijvoorbeeld of een andere fulfillment. Want dan heb je gewoon een beter voordeel, zeg maar. Morgen in huis is veel beter dan 4 tot 8 dagen, maar die 4 tot 8 dagen gebruiken we puur om risico te vermijden. Dan heb ik dit product ook weer gevonden op een seller en deze adverteert hem ook. In principe is deze site al iets beter. Ze hebben hier die kleur groen wel gebruikt. Nou, hier wil je die koop nu van maken. Ik zou deze nu in caps lock zetten en hier ook weer de lifestyle foto. Hier hebben ze ook gebruikt van bestel meer en profiteer. In dit geval zou dat misschien wel kunnen werken. Werkt niet bij elk product. Want je wil niet mensen gelijk 3 of 4 producten door hun strot heen douwen. Want je moet ze eerst overtuigen er 1 te kopen. Dat is heel belangrijk bij alle producten. Hebben we nog een heel simpel product. Maar ik weet wel dat dit product echt super goed loopt. Ook van een vriend van mij hier uit de buurt die hier ook mee bezig is. En dit soort producten ook heel hard draait. Het is gewoon een heel simpel product. Maar vrouwen kopen het wel. En daarom raad ik ook aan om af en toe fashion producten te testen. Alleen voor op Shopify, niet voor Bol. En de twee dingen waar wij dan voornamelijk bij kijken is van... hoe ziet het eruit? Hoe mooi is het? En wat voor zelfvertrouwen krijg je er ook van? En wat voor materiaal? Materiaal is in dit heel belangrijk. Ik zou niet durven zeggen wat voor materiaal dit precies is. Maar het ziet er wel redelijk uniek en nice uit. Nou, hier ook weer qua prijs zou ik een aantal dingen anders doen. Eigenlijk komt het altijd op hetzelfde neer. Dus de groene prijs, de rode prijs. Titel is in principe prima. Foto's zijn ook prima. Ze hebben hier die beoordeling redelijk laag gezet. Het valt helemaal niet op dat je 4,7 sterren hebt van meer dan 22.000 tevreden klanten. Mocht dit echt zo waar zijn natuurlijk. Ik had die weinig voorraad persoonlijk ook weggehaald. Vind ik een beetje sketchy altijd. Hetzelfde geldt voor die gratis verzending. 30 dagen retourrecht. 24/7 klantenservice. Kan je beter payment icons eronder zetten. Want ik vind dit niet heel netjes eronder staan op de site. Oké, gaan we weer door naar de volgende. En een redelijk verzadigd product. En eigenlijk een hele slechte listing als ik het zo bekijk. Maar deze stond wel heel hoog op Bol zelf. Dus het betekent dat er gewoon nog wel veel vraag naar is, naar dit soort producten, maar geen goede sellers. Nou, titel heeft deze persoon goed gedaan. Prijs is echt niet aantrekkelijk. Levertijd is ook dramatisch, om het zo maar te zeggen. En hij heeft Engelse foto's gebruikt. En hij heeft letterlijk maar 1 foto. Nou, je hebt heel veel pluizen haarverwijderaars, maar deze heeft er gewoon voor gekozen om een goede titel. Kan je met een dropship methode of met een lange levertijd kan je redelijk hoog staan. Dus hoe win je nou van deze concurrent? Dus ik zou hem bijvoorbeeld op 14,95 zetten. Nou, titel kan je iets aanpassen en Nederlandse foto's. Dan sta je al boven deze seller. Redelijk snel als je een paar sales pakt.
Oké, voor Shopify zou ik dit persoonlijk niet testen, want ja, het is gewoon een klein dingetje en dan ja, is het niet interessant genoeg. Maar voor Bol zeker wel. Deze had ik wel gevonden en deze adverteert hem ook. En deze proberen er gelijk weer een aantal door je strot heen te duwen. Raad ik sowieso niet aan om te doen, zeker niet bij dit product. Weer geen lifestyle foto, wel heel veel AliExpress beoordeling waarschijnlijk. Prijs is prima, maar niet in de kleur groen. En deze oude prijs op €56,60 en €31,65 opslaan. Niet eens korting. Ja, dat ziet er gewoon niet strak uit. Je wil gewoon in percentages altijd korting geven. Ziet er een stuk netter uit. In principe in winkelwagen. Ja, ik had hem persoonlijk veranderd naar koop nu. Kleur oranje kan soms ook goed werken. Maar ik werk persoonlijk altijd met de kleur groen. Ik heb ook wel gezien bij andere sellers dat de kleur oranje ook wel goed werkt. Maar ik raad gewoon aan om groen te gebruiken. Zeker als je storekleur bijvoorbeeld blauw is. Of in dit geval deels paarsachtig. Oké. Dan heb ik nog een heel simpel product. Een beveiligingscamera. Ziet er redelijk netjes uit. Is ook al een branded product, zie je gelijk. Wel proberen ze gelijk meer door je strot heen te douwen. Meerdere te verkopen. Maar ik denk, aangezien deze zoveel reviews hebben, dat ze die credibility ook wel hebben opgebouwd. In het begin wil je dat niet doen. Nou, de titel zou hiervoor nog een stuk langer kunnen. Prijs zou ook een stuk interessanter zijn. Letterlijk, als je er al 5 cent van afhaalt, is het al een stuk interessanter. Qua foto's, je ziet wel wat het product is, maar ja, qua lifestyle is dat wel weinig. Dit is ook geen goede foto. Engelstalig, veel te veel beeld. Dit is ook heel overbodig. Dit is ook niet interessant. Dus er zit nog heel veel ruimte om dit soort sellers te verbeteren, aangezien ze gewoon lui zijn om een van de belangrijkste dingen, je productfoto's, niet te verbeteren. Oké, ga ik weer door naar de volgende. Is ook weer een simpel product. En al deze producten die ik vandaag hier heb laten zien, zijn gewoon daadwerkelijk winstgevende webshops. Dus je kan ze ook altijd terug bekijken, zelf trekken met welke software je dan maar wilt. Of het nou AliHunter of PPSpy of ShopHunter is. Ik vertrouw dat soort tools niet helemaal. Maar je kan het altijd in de gaten houden en kijken wat voor andere producten winstgevende stores testen. En deze stond ook al een langere tijdje aan en dat verbaasde me eerlijk gezegd wel. Omdat het is gewoon een redelijk simpel product. Op Bol zou het best prima kunnen lopen. Maar qua layout vind ik dit er niet super strak uitzien. 4,9 zou ik 4,8 van maken. Veel te lange titel. Dit is op zich nog prima. En dan hebben ze hier ook nog 1 plus 1 gratis, 2 plus 2 gratis. Op zich wel een slimme deal, waarschijnlijk werkt het wel. Dus daar hebben ze het niet heel slecht in gedaan. Dit vind ik al een iets betere site vergeleken met andere. Je ziet gewoon dat heel veel sites niet geoptimaliseerd zijn voor conversie. Dan is het heel makkelijk daarin je concurrent te verslaan. Hetzelfde voor Bol. Als je een betere titel hebt, betere omschrijving, betere foto, ga je gewoon winnen. Dus daar wil ik echt dat jullie de focus op gaan leggen aankomende week. Okay, dit is een heel verzadigd product voor Shopify. Ik denk dat de meeste van jullie dit wel kennen. Maar hier hebben ze echt een mooi brand omheen gemaakt. Heel veel reviews. Dit is slaapmasker met Bluetooth, met muziek, extra uniek. Zelfs de titel kan in mijn ogen nog wat langer dan dat die nu is. Ze hebben een video erbij. Dat is in principe ook wel nice. Hele goede foto's. Dus deze seller zou ik ook zeker aanraden om te bekijken. Dus mocht je een product hebben dat goed loopt, ja, dan wil je gewoon gaan investeren in productfoto's. Ga je zoveel mogelijk producten in het begin erop gooien, daar wil je daar niet te veel tijd aan besteden. Je wil eerst zien dat een product goed loopt, voordat je meer tijd gaat steken in het bewerken van al je foto's. Oké. En dan heb ik hem hier ook weer gevonden. Ook weer een seller. En blijkbaar verkoopt hij al langere tijd goed. Nou, hij heeft niet eens korting gegeven op zijn product, dat al super, super zonde is. Titel hier, dit is ook drama, slaat in principe ook nergens op. Hij heeft twee verschillende kleuren, max vier varianten. Dat ziet er in principe nice uit. Koop met Google Pay, is nergens voor nodig. Aan winkelwagen toevoegen, niet de juiste call to action. Kleur zou in principe nog met deze shop net kunnen werken. Foto's zijn ook niet optimaal. Dus je zou nog van deze concurrent kunnen winnen, maar al raad ik slaapmaskers niet meer aan om te testen op Shopify. Omdat daar gewoon heel veel concurrentie in is, in bijna elk land in Europa. Oké. Heb ik nog een handstofzuiger? Nou, ik denk dat veel van jullie deze wel voorbij hebben zien komen. Zeker voor degene op AliExpress Plus. Zoals je hier ziet, ook Engelstalige foto's. Redelijk makkelijk om van te winnen. Heeft wel een aantal reviews. Dus ik zou liever alleen dit soort foto's erop gooien in plaats van dat soort Engelse foto's. Oh, ze hebben wel nu besteld morgen in huis. Dus ze hebben er al letterlijk wel wat van ingekocht. Dus dat is op zich prima. Prijs is aantrekkelijk. Ze hebben positieve reviews. Prima titel. Alleen de foto's. Die slaan in dit geval gewoon nergens op. En daar lopen ze gewoon heel veel mis. Oké.
Dan heb ik hem hier ook nog gevonden. Volgens mij zijn de meeste stores die we hebben gekeken of in Debutify thema of debuut. Ik raad altijd Debutify aan om te beginnen. Nou, mocht je wat harder draaien. Ik werk persoonlijk alleen met het booster thema momenteel. Iets hogere conversie, maar ik zou gewoon als beginner aanraden, begin met Debutify. Zeker omdat het gratis is en geoptimaliseerd is voor conversie. Titel is in principe prima, ook omdat ze drie gratis opzetstukken geven. Dus dat is in principe goed. Ja, al proberen ze er wel gelijk meer te verkopen. En ik weet niet of dat in dit product handig is. Ze hebben hier wel mooi 70 gedaan en 34,95 een aanbieding. Alleen de kleuren niet heel netjes. Ja, inclusief BTW, dat wil je gewoon niet laten zien aan je klant. 15 beoordelingen wil je er echt veel meer van hebben en 4,8. Dus dat hebben ze niet heel netjes gedaan. En weer twee call to actions. Je wil gewoon maar één knop hebben. Want het doel van deze hele pagina is dat ze op deze knop gaan klikken. En nu is het niet duidelijk van oké, op welke knop wil je nou klikken? En wat is nou de juiste call to action? En dan hebben ze hier nog onder nog vier van dat soort vinkjes bij staan. En die laatste is op twee regels. Dat vind ik heel lelijk staan. Is niet geoptimaliseerd voor conversie. Dus dat zou ik ook altijd weghalen. Je wilt het gewoon lekker simpel houden voor de klant, dat hij zo snel mogelijk kan afrekenen. Oké, hebben we nog een smart sporthorloge. Qua prijs kunnen ze deze nog naar 19,95, mocht dat lukken met de marge. Titel hebben ze heel goed gedaan. Nog geen reviews op deze. Wel voor 12 uur besteld, morgen in huis. Dus dat hebben ze wel netjes gedaan. Maar hier ook weer Engelstalige foto's. Dus je ziet gewoon bij heel veel sellers op Bol. Ze draaien heel goed en ze maken veel sales. Alleen ze missen gewoon die conversieoptimalisatie. Jordel? Yes, mocht je echt moeite hebben met foto's bewerken en je gebruikt nog geen Canva, dan is dat sowieso echt een aanrader, want het is Aanrader, ja, zo gratis makkelijk. Je man. kan gewoon objecten uit mensen handen wissen en een ander object erin plaatsen, gewoon de simpele klikken. Dus als je het nog niet gebruikt, is het echt een aanrader. Ja, zeker man. Zeker een goede tip. En zeker voor foto's met witte achtergrond kan je gewoon heel makkelijk dingen wegsnijden. Kan eventueel ook op Shopify. Daar hoef je geen ja, editor pro voor te zijn, om het zo maar te zeggen. Dus daar zou ik naar kijken. Dan zou je bijvoorbeeld hier al green weg kunnen halen. Is het al in principe een prima foto. Oké. En nu hebben we best wel wat producten van dezelfde store eigenlijk, zoals je ziet. En deze store test gewoon massaal producten, zag ik laatst. Dus er zal vast wel iets van aanslaan. Ze zullen niet allemaal winstgevend zijn, maar het viel me echt op van deze seller test heel veel producten. En dit product viel me persoonlijk ook wel wat op. Ik zou dit persoonlijk nooit testen, maar omdat het draaiend is het wel redelijk interessant. Titel is ook net te lang in mijn ogen. Te weinig reviews. Prijs is ook niet aantrekkelijk, ook niet qua kleur. Dit kan nog net. 23 bezoekers live op de pagina. Dat is echt, ja, het werkt misschien in 2017, maar dat soort call to actions of scarcity of urgency wil je gewoon niet meer gebruiken in 2023. Kijken mensen heel makkelijk doorheen en wil je niet hebben. Nou, die garandeert veilig betalen. Zou ik weghalen en alleen de payment icons. Shirley? Ah, ja, ik had nog een vraagje over wat je net op Bol liet zien. Hè, dat je zei van hè, met deze foto's, met Engelse tekst en zo, hè, dan kan je makkelijk verbeteren. Ja, dan ben je Maar beter dan je concurrent. ja, maar dan vraag ik me af, hij heeft bijvoorbeeld wel voor 12 uur besteld, morgen Hij heeft wel inhalen. betere levertijd, klopt. Snap je? Daar Maar zouden mensen eventueel ja, is afhaken. dat dan niet doorslaggevend dat vandaag besteld, morgen in huis? Kijk, zeker als je nu betere foto's daarin hebt en misschien ook prijs, vind ik het persoonlijk niet interessant. Maar als je listing er beter uitziet, ja, mensen gaan. Tuurlijk is leeftijd een cruciale factor. Maar aangezien je nog kan verbeteren en dat een van de beste sellers is. Gaat dat product ook op langere levertijd wel sales pakken? Je gaat niet zoveel sales pakken als die persoon die op pagina 1 staat. Maar aangezien je al wel dagelijks een paar sales kan meepikken, wordt het wel een potentieel winnend product dat je kan gaan inkopen. En als je dan hebt ingekocht met snellere levertijd en betere foto's, dan kom je in principe boven diegene met de slechtere foto's, om het zo maar te zeggen. Ja, Ja. maar het lijkt me toch ook dat, laat maar zeggen, als een product trending is en jij gaat hetzelfde product verkopen, dan zal dat product eerder ook bovenaan komen te staan, puur omdat dat andere Ja, product goed verkocht zeker, hebben. zeker qua zoekvolume. Dus daar wil je ook op letten op Bol. Als je product trending is en er veel op wordt gezocht, en het is net een opkomende trend en je bent als een van de eerste, is zeker interessant om dat te doen. Al is het wel zo met trends. Trends kunnen ook vergaan, weet je wel. Kunnen ook van korte termijn zijn. Dus het is niet zo dat je die altijd heel lang kan draaien. Maar als je er snel bij bent en er is nog weinig concurrentie, dan zou ik het zeker doen. Oké, okay, nice. Deze heb ik persoonlijk al bekeken. Nou, update wegens grote vraag naar dit product. Slechts zoveel stukken beschikbaar. Ja, dat wil je gewoon echt niet doen.
raad ik heel erg af. Maar ik weet bijna zeker dat... Dit is weer dezelfde, denk ik. Ik weet bijna zeker dat deze cellen winstgevend draait. Want ik zag echt 10 producten, of het niet meer was, die die dagelijks erop gooit. Het is ook een .com site. Dus waarschijnlijk test deze seller ook in meerdere landen. En ja, er zal er vast wel eentje van winstgevend zijn. Als je die gewoon in de gaten houdt, welke het langst draaien, kan je zelf zien van, oké, dit is waarschijnlijk een winstgevend product voor diegene. Wat kan ik eraan verbeteren, zodat ik beter ben? Niet alleen qua prijs, want prijs is niet interessant, maar qua layout en qua conversie. Want daar ga je gewoon op winnen van iemand anders. Nou, dan hebben we deze ook nog, reinigingsdoek, 50% korting bij set van 10. €24,99. Geen korting bijgegeven, te weinig reviews. Dit is op zich prima. Hier ook weer qua call to action. Hebben we eigenlijk dezelfde dingen weer besproken. Niet per se lifestyle-achtige foto's. Ik had dit gewoon als eerste foto gedaan. Dan weet je ook wat het effect is van het product. Dus dan zie je van, oké, wat doet het product nou echt in plaats van gewoon dit. Mensen zullen hier heel snel bij afhaken en niet eens meer verder kijken naar, hey. En ook als je op deze komt, de eerste die je aanklikt is 5 stuks en niet 10 stuks. En dat is de actie. En die willen ze juist verkopen, lijkt me. Dus daar zou ik ook altijd heel erg op letten. Oké. Nou, dan hebben we het product niet per se een favoriet van scheerapparaten om te verkopen. Zeker niet op eigen website. Maar mocht je nou echt een uniek scheerapparaat vinden dat echt anders is dan Philips of scheeraccessoires bijvoorbeeld, kan je dat zeker wel proberen op Bol, maar ook op Shopify. Titel is in dit geval nog net wat te kort. Titel is wel prima qua lengte, maar ik zou hem persoonlijk langer hebben gemaakt. Nou, veel reviews. Ik zou iets goedkopere prijzen, €29,95. Mooi branded product. Foto's zijn ook echt heel, heel clean hierbij. Dus eigenlijk wil je het precies net als deze en dat slaapmasker eigenlijk gaan doen. Het zijn hele nice en clean stores en daarom draaien ze ook zo goed. En ze draaien niet alleen goed omdat ze snelle levertijd hebben, maar ook omdat ze begrijpen van, hey, hoe verzamelen we reviews? Hoe maken we de juiste titel? Hoe maken we de juiste foto en de juiste omschrijving? Kijk, op Bol wil je gewoon focussen op titel, foto, prijs. Ja, leeftijd heb je in het begin niet in de hand. Omschrijving zou ik zeggen, ja, daar hoef je niet heel veel aan te doen. Ik zou er gewoon met een AI-tool zo snel mogelijk zoveel mogelijk producten erop gooien. Kan je dat later nog bewerken. Mensen scrollen vaak niet eens hier naar onder om te kijken of iemand anders een andere prijs heeft, andere leeftijd, en zien ze dan ook je omschrijving niet. Dus het above the fold, het eerste deel wat ze zien, is super belangrijk. Zowel op mobiel, zowel op desktop. Ik vond deze wel interessant. Deze zag ik eerlijk gezegd wel lang bij deze store. Prima titel, prima product ook. Het is klein, het is volgens mij ook ja, draadloos dus. Dus makkelijk mee te nemen. En daarom is het ook een van de producten die je zeker wil gaan testen. Ik zou dit zeker getest hebben op mijn eigen store. En volgens mij draaien deze ook wel winstgevend. En ja, de volgende keer kunnen we zeker nog ingaan op, nou, hoe ziet een winstgevende store eruit? En een winstgevende omschrijving. Want heel veel van deze stores die we vandaag hebben behandeld, die hebben geen goede omschrijving. Want als ik hier alweer kijk, staat het allemaal zo spammy met gifjes en dat soort dingen. Het ziet er gewoon niet uit. En op basis daarvan kan je ook weer winnen van je concurrent. Dus dat scheelt altijd. Ja, ik hoop dat jullie hier wat aan hebben gehad.